Benny, misschien een moeilijke vraag. Want ik weet dat daar zo altijd heel veel onduidelijkheid is. Maar ik wil graag puur runds gehakt. Kan dat? Tuurlijk, Johan. Dat is een samenstelling van rundvlees en vet. Dat is eigenlijk gehakt, gemalen in gemalen vorm. En waar gaan we dat halen? Je kunt er stukjes van pakken. Dus, de mensen hebben een verkeerd gedacht erover. Mensen denken dat dat afval is. Dat is geen afval. Maar dat komt van goede stukken voort. Dat is geen afval. Maar het is wel om die stukjes mooi presentabel te maken. Dus de slager gaat dus een rechthoekige vorm aan maken. De puntjes er wat afsnijden, wat bijlijnen. Om dat mooi presentabel te maken. En van die goede stukken, die snipperige ervan. Dat is perfect goed vlees. Is er dan een stuk in de koe dat je dan gebruikt? Als je zegt, ik moet wat meer rundschakt hebben. Dan kunnen we natuurlijk ook het vlees pakken van de buik. Achter de korstels, eigenlijk de soepvlees. En daar voor dat ook mooi recht te zetten. En ook het gedeelte dat zonder benen is, dat kunnen we er wel in gaan verwerken. Absoluut. Wordt dat soms gemengd met varkenvlees bijvoorbeeld of zo? Dat gebeurt. Maar dan is het geen runds gehakt. Nee, dus dan is het gemengd gehakt. Dan is het gemengd gehakt. Dan is het gemengd gehakt. Waarom doen we er varkenvlees bij? Varkenvlees heeft dus de eigenschap van de smeugheid te geven aan dus gehakt bereidingen. En in combinatie van smaak en smeugheid gaan we dus een apart en een lekker productje kunnen maken. Hè? Ik hoor het al. Je kan goed gehakt krijgen. Absoluut. Ja. Benny, laat mij eens zien hoe dat jij runds gehakt maakt. Dat zou ik nu echt willen weten. De grondstof die neem ik allemaal van goede stukken uit het voorkwartier of uit het achterkwartier, hetzelfde. Maar dus met dat verkoops klaar te maken krijgen we dus snijlingen. We gaan dat presentabel maken en dus hetgeen dat daar afvalt gaan we nemen zonder dat er pezen in zitten of zonder dat er bloedaders in zitten of dat er buitenvel aan hangt. Of stempels aan hangen, dat moet er allemaal verwijderd worden. Het moet dus altijd zuiver vlees blijven. Ben je voor goed gehakt? Naar welke rassen gaan we dan? We kunnen alle rassen gebruiken. Maar vanaf het moment dat we dus ons gehakt een beetje vetter mag zijn, ook om die smeugheid te bereiken, zijn er specifieke rassen die er beter voor aangelegd zijn. Laten we zeggen, bijvoorbeeld een Limousin is er heel geschikt voor. Ja. Heeft van nature uit zijn fijne structuur van vetgehalte. En dat hebben we nodig voor goed gehakt. En voor goed gehakt hebben we dat kunnen dat is duidelijk, nodig. Hè? Toevallig moet ik hier iets klaarmaken voor de toonbank. Joh, een spier van runten. Deze is Limousin-runten. Voor de toonbank geschikt is. Wat gaan we ermee doen? Ik kan dat dus een beetje presentabel maken. Ik kan hier mijn snijmes even pakken. Deze mag er niet bij, onder andere. Dat is eigenlijk een zware pees. Hè. Die gaan we dus verwijderen. Die plateaukes hebben een bepaalde grootte en vorm. Dus ik kan dat mooi recht snijden. Hè. Dus mooi blok zetten. Dat mooi presenteert. Dat presenteert voor het oog. En dan hebben we hier ook wat aangewassen vet. Dat mag eraf. Dat is allemaal heel goed geschikt voor dat gehakt. Hè. Maar zodoende krijgen we toch een mooi presentabel stuk in de toonbank, maar dan voor de rest mogen er allemaal kleine snippers in afvallen. Dus zelfs hier mag nog een stukje af. En ook zelfs die onderkant van die nek, hè, die kunnen we er allemaal in gebruiken. Hè. Dat is enkel wat vet dat er aan is, maar voor de rest zit er niks in. En dan snijden we gewoon dus alle snippers. En ik verkies eigenlijk ook gehakt, niet te mager, want nee, dat mag als niet je dat mager, bakt, dat zo... Allee, dat je een smeug productje krijgt. Hè. Voor wat kunnen we daar runschakt ook nog gebruiken? Voor bijvoorbeeld in pastas, in lasagne bijvoorbeeld, wordt het ook gebruikt. Ja. Maar het blijft dus echt ook zuiver vlees. Zuiver vlees, ja. Maar van verschillende stukken en niet te mager. Hè? Gehakt, dat is het belangrijkste in een slagerij. Als je dat niet goed kunt verkopen, dan blijf je in een beenhouwer. Ze zeggen, goed gehakt, goede beenhouwer. En zo is dat is spreekwoordelijk en dat is werkelijk de werkelijkheid. Oké. Okay. We hebben hier echt ongelooflijk lekker runds gehakt door de grove molen. Dus dat wil zeggen dat het grove stukken zijn. Ik heb nu gekozen voor een chili con carne te maken. Maar dat is ook ongelooflijk goed geschikt om een spaghetti bolognese van te maken. Ik heb nu gekozen voor het ander omdat dat een gerecht op zichzelf is. Dat je ook warm en koud kunt eten. En vandaar de keuze. Maar ze zijn allebei even lekker. Wat hebben we nodig? Fijn gesnipperde ajuin. Voilà, we gaan die gewoon in twee snijden. En dan gaan we die fijn snipperen. Dat is een super gerechtje. Dat moet je eigenlijk altijd zo wat aan
ja, ik weet het niet, aan cowboys doet denken. Dat is Mexicaans. Er zitten bonen in, er zitten van alle kruiden in. En die kruiden dienen natuurlijk ook om dat allemaal goed te bewaren en zo. Het is eigenlijk wel een heel tof gerecht. En ook vrij simpel om te maken. Klein beetje voorbereiding. Voilà, dat is onze ajuin al. In de tussentijd een grote pot. Want we moeten eigenlijk dat gehakt en onze ajuin en zo allemaal samen wat bakken. Dus we moeten eigenlijk wel iets hebben dat een beetje bodem heeft. Dat een beetje groot is, zoals deze. We gaan dat goed warm zetten. En dat is echt een gerecht. Ja, daar moeten olijfolie in gebruiken. Dus we gaan hier een goede scheut olijfolie in doen. Als onze pot warmt, kunnen we ook al onze look fijn snipperen. Zeker zo'n 3 teentjes look. Ik heb ze op voorhand gepeld, maar ik moet ze nog wel snijden. En even kijken. We halen altijd die klein groen dingetjes eruit, omdat dat wat bitter kan zijn. Je ziet, maar dat mag zo warm zijn. Nog even snel onze look snijden. We gaan die in die pot doen. Onze look erbij. En dan mag het vuur goed hevig gaan. Voilà, dat bakt goed. Dit is het moment om ons gehakt erin te doen. En dan gaan we er zo wat in roeren, dat dat allemaal goed bakt. Nu moet je er even bij blijven, omdat dat ja, langs alle kanten moet kleuren eigenlijk, moet aanbakken. Intussen heb ik er al zeker 1 goede supporter bij gekregen. Hé, jong? Voilà, ons vlees is gebakken. Dan gaan we tomatenpuree toevoegen. Dat zijn ongeveer 2 eetlepels tomatenpuree. Dat gaan we ook door elkaar roeren. Alles is mooi ontbakken. Dan is het moment om de kruiden toe te voegen. Geen chili zonder chili. Maar, uiteraard, je weet, dit is hot. Hè? Dus daar moeten we wel voorzichtig mee omspringen. Het is zelfs ook mogelijk dat je er de verse chilietjes in snijdt. Maar dan moeten we echt toch wel van spicy voeding houden eigenlijk. Dus we gaan ongeveer zo ja, een halve soeplepel chili. Oregano gaat erin. Dat is niet zo straf. Er mag wat meer in. Voilà. Dat is, ja, dat is super deluxe. Hè. Dat is weelde. Dat is eigenlijk heel de wereld. Met al die kruiden en zo. Ik vind dat fantastisch. Een beetje komijn, dat mag ook. Dat geeft zo die typische smaak. Ik denk dat we er ook zo ongeveer een goede lepel. Een beetje thym, dat mag er ook zeker in. Natuurlijk niet vergeten, we moeten er ook wat peper en zout in doen. Het moment eigenlijk om dat te bevochten. En we doen dat uiteraard met een hele goede rundsbouillon. Die je uiteraard zelf moet maken. Voilà. We gaan er even mengen. En dan zie ik of dat genoeg bevochtigd is
Dat staat zo netjes onder. Voilà. En dan hebben we hier ongeveer een tomaat of 5, je weet wel, die we gepeld hebben. Even in kokend water eruit. Koud water, pelken eraf, snijden de pieten eruit. En dan in fijne blokjes, eigenlijk een tomaat concassé. Dat gaan we er ook bij doen. Dat mag je er nu allemaal van begin af aan bij, want dat moet niet zichtbaar blijven. Dat moet eigenlijk zo, ja, een smeulig geheel worden. Ik heb hier, dat zijn rode bonen. En die moeten eigenlijk geweekt worden. Dus die moeten eigenlijk de nacht in koud water weken. En dan moeten die gekookt worden. En dat duurt wel even, zo'n bonen koken. Dat kan toch wel dikwijls anderhalf uur, dikwijls duren, 2 uurtjes voordat die klaar zijn. Maar dat is heel simpel, geproefd. En als ze mals zijn, is het oké. Het hangt van boon tot boon af. En ook de ouderdom ervan en zo. Maar uiteraard heb ik al klaargekookte bonen bij. Dus onze gekookte bonen gaan daar ook in. En dat mogen goed wat bonen zijn, maar dat is eigenlijk ook zo vlees, groenteschotel, van alles wat samen. Dan gaan we dat weer mengen. En dan krijgt dat zo'n schoon kleur. En dan natuurlijk maïs. Deze is eigenlijk klaargekookte maïs. Maar in het seizoen kun je ook zelf maïs klaarkoken, maar er worden wel goede dingen verkocht. Voilà, nog een snuifje suiker. En eigenlijk is het koken bijna gedaan. Enkel dat we dan nog een kwartiertje moeten rustig laten pruttelen. Dus je ziet hoe eenvoudig dat het allemaal is. Klein beetje voorbereiding, maar je krijgt daar zoveel voor terug. Dat zijn ook zo van die gerechten waar je een beetje kunt mee spelen. Eigenlijk kun je daar nog paddenstoelen in doen. Ongelooflijk lekker. Ik heb al gehoord zelfs, als het klaar is, dat er mensen zijn die daar blokjes verse ananas ook onder doen. Ja, waarom niet? Dat is allemaal schitterend lekker. Het tofste van deze gerecht is ook dat je dat warm kunt eten. Maar je kunt het ook laten koud worden en koud opeten. Dus je kunt mee als middag naar je werk nemen. Het is echt een gezonde, stevige maaltijd. Wanneer is onze chili con carne klaar? Als eigenlijk al het vocht van de tomaten en de bouillon die erin, als die eigenlijk allemaal verdampt is en dat het mooi één geheel wordt en alle kruiden eigenlijk alles hebben afgegeven, dan is die klaar. En dat is nu gebeurd. Voilà, je ziet. Dat is zo een mooie massa geworden. Ik mag weer proeven. Mexico. Ongelooflijk. Hoe goed die bord. Een paar lepeltjes daarin. Een beetje geraspte kaas. Voilà. Dat is onze cheddar die we daarop raspen. Lepeltje zure room. Incompleet is het. En dat is ongelooflijk lekker. Met een goed stuk brood. Dat je zo lekkerder kunt. Ja, gewoon. Er wat in soppen en er wat op doen en samen opeten. Dat is, ja, oké, dat is Mexico.